Goedemorgen iedereen. Nou, nieuwe dag, nieuwe kansen. We gaan naar Nederland. Terug richting de heimat. En we proberen vandaag halverwege Frankrijk uit te lopen. Dus houden jullie op de hoogte. Morgen zijn we denk ik. Ja, al die winkeltjes zijn dicht. Ga rechtdoor over de rotonde, tweede afslag. Lekker hè, Tip? Is die lekker? Is die lekker? Ja, nog even. Heerlijk hoor. Ja. We zijn weer even in de return, want hier waren we een paar dagen geleden ook al. Alleen toen vol goede moed, want dit was een koffiestop of een stopje voor Gruisant. En toen dachten we nog van, nou, gaan we dadelijk lekker Spanje in. En nu zijn we op de terugweg. Zo snel kan het gaan. Doei. Ja, dat is hier normaal gesproken knipper, hè? Ik wil hem kijken. Nou, laat ik hem meteen maar aanstaan. Mooi, hè? Ja. Deze kant is toch mooier bijna. Ja, hè? Prachtig. Mooi gemaakt, hè? Nou, dat ik aan durf zijn brug te houden. Ja. Ja jongens, zelfs druk bij de betaalautomaat van Milau. En dan zijn we toch al dagen nadat Spanje is afgesloten. Blijven we, gekke werk. Kijk maar, dat is een zweet. Ja, nou ja, veel Scandinavië zo. Heel veel. Echt een gek, hè? We zijn aangekomen in Moulin. En ook niks te laat, geloof ik. Want ja, ook hier blijven ze komen. En ik heb net een plekje kunnen bemachtigen voorin. En het is nu 6 uur, dus ja, je zou verwachten dat iedereen er wel eens een beetje is. Maar het blijft gewoon lekker doorlopen. Dus, dit wordt onze plek voor vanavond. We wilden eigenlijk naar Nevers. Daar wilden we, of Auxerre was in eerste instantie de bedoeling. Ja, daar gingen we helemaal niet redden. Nevers werd het toen. En het is Moulin geworden. De plek waar we notabene op de heenweg ook stonden van, nou, dat is een leuk camperplekje. En dat is het, maar hij is wel druk. Tot later. Dus even topoverleg hier in de camper, want 1 minuut geleden stond er op teletext dat Frankrijk gooit het land op slot. En wel vanaf morgen 12 uur. En het is nu 9:15, 10 s'avonds. En ik denk dat wij nog wel een uurtje of 7 à 8 nodig hebben om het land uit te komen. Dus dat wordt een uitdaging dadelijk. Noem het maar een uitdaging. Nou, dat wordt inderdaad even een douchebeurtje overslaan en karma, denk ik.
Ja, ze zit een beetje zitten te twijfelen of we nu gaan rijden of... Nou, dat schiet ook niet op. Of vannacht of zo, maar... Als je dus voor 12 uur binnen moet zijn, in België... Nou, ik denk dat ik nog wel een andere route ga uitzoeken, dat je eerder bij de Belgisch-Franse grens bent. Dan moeten we een 4 uur vannacht vertrekken. Ga ik even nu maar de afwas doen, ga ik maar slapen. Jongens, een reis met obstakels aan het worden hoor jongens. Jongen, deze gaat de boek in. Kan ik je wel vertellen. Goed, we houden jullie op de hoogte. Tot later. Toestanden krijgen als op die camperplaats bij dat mijn spiegels in de vangrail zitten. En dan moet je hier betalen. Geloof ik, nee, dat gaat niet. Want hij kent het kenteken. Die heb ik in moeten voeren. Oké, dus dan weet je hoe lang we er gestaan hebben. Ja, jullie zijn even getuigen van het crisisoverleg. Wij hebben besloten om morgenochtend om 2:30 te vertrekken. En we hebben toch wel gekeken dat we wel een uurtje of 8 nodig hebben om het land uit te komen. Want we zitten iets verder dan we verwacht hadden nog in Frankrijk. Dus we gaan vroeg slapen. En nog veel vroeger opstaan. Ja, dat is wel jammer, hè. Maar goed, het is echt wel een trip met helse ontwikkelingen geworden. Zelfs de terugreis loopt niet zoals gepland, maar goed. Wel weer leuk voor de vlog uiteraard. Dus ja, hebben jullie ook weer wat mee te maken. Tot morgenochtend. Doei. Nou jongens, we gingen even de hond uitlaten, Dominic. En we komen bij de camper aan, tenminste bij de slagboom. Ja, er staan er toch weer een paar Nederlanders voor de slagboom die allemaal gingen rijden. En het is 11 uur nu, 's avonds. Dus we hebben besloten we gaan ook rijden. Want als heel die stoet morgenochtend op gang komt, dan sta je een uur in de rij. Ik moet nog tanken, dus ik doe mee aan de gekte. En slapen doe je toch niet? En slapen doen we wel een andere keer. Dus tot later maar weer. Doei! Zeggen? Gaan we weer iets? Nee. Ja, ook zij in de nacht, nou, dat hebben we nog niet vaak gedaan. Lang geleden. Vonden wij dames? Ja. Ga rechtdoor over de rotonde. Ja, de parking waar je ook kan staan. Oh ja, maar dat is al hartstikke veel campers. Oh, nou, dat staat bijna helemaal vol, joh. Ja. Nou, maar dat hadden we vorige keer gekeken, hè? Ja. Langs het Ibis. We zitten op dit moment in het plaatsje Pontigny, tussen Auxerre en Troyes. En we zijn gisteren tot 2:15 s'nachts zijn we door blijven rijden. Maar ja, ik zie nou alweer de campers voorbij komen. Toen vielen de oogjes toch wel bijna dicht, dus we hebben hem hier eventjes een paar uurtjes gestald. En het is nu 6:00 s'ochtends. En we pakken de draad weer op om zo snel mogelijk de grens over te gaan. Dus het is eigenlijk, ik werd net wakker en dan word je abrupt wakker. En lijkt wel of je in een slechte film terecht bent gekomen. Of het allemaal niet waar is. Maar goed, hals over kop Frankrijk uit. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dat voor een virus. Het is eigenlijk onbegrijpelijk allemaal. Maar goed, dat geldt denk ik voor heel Nederland. En... we gaan er maar het beste van maken. Ik ga tip bij me roepen, dan gaan we weer door. Dus we maken nog even een filmpje zoals we de grens overschieten. En dan hebben we dat hoofdstuk in ieder geval afgelopen. Nou jongens, tot later. Hoi. Ja. Ja. Nou sinds hij vandaag de werk heeft. Is het niet meer wat is? Nee.
met rust laat. Dat zeggen relatietherapeuten in de krant. Maar deze periode kan ook juist een kans zijn voor je relatie. Want samen met je vriendinnen tussendoor, dat kan ineens. Jeetje, en je zou het voor werk de ander eigenlijk doet. Dat coronavirus heeft momenteel veel opnames van films. Noodtoestand in Frankrijk. Van Wie is de Mol hoeven zich voor ja, beleefd, die Franse soldaten, jongens. De opnames van de extra reeks die na de zomer wordt uitgezonden zijn al achter de rug, zegt de woordvoerder tegen het AD. Het gaat om een seizoen ter ere van de 20e editie van het programma. Het is niet bekend of die opnames zijn vervroegd vanwege de corona-uitbraak. Welke kandidaat het programma heeft weten te strikken en waar het is opgenomen is ook niet duidelijk. De meesten kennen de beelden vanuit Italië al wel, waarin mensen vanaf hun balkons het volkslied zingen. En dat bracht wat Amsterdammers op het idee, zien we in een filmpje bij het Parool. We hebben het gered. Het is 12 uur en op dit moment gaat Frankrijk op slot. Ik hoor het ook net op het journaal. En we staan tussen Charleroi en Brussel. Dus ja, beter kan het eigenlijk niet. Tenminste, beter kan het wel dat het niet op slot ging. Maar het is jammer dat het avontuur zo moet aflopen. Maar wel het meest verstandige, denk ik, dat we hier zijn. Ik wil iedereen bedanken voor het meekijken en meevloggen en reacties geven. Superleuk. En we hebben ook ontzettend veel abonnementen of abonnees erbij gekregen. En dat komt wel door onze lijstenduwer Team van de Mazzel. Jullie ook super bedankt. En wij gaan nu naar Nederland in één ruk door. Ja, en dan zullen we af moeten wachten wat er komen gaat. Want een beetje rondzwerven met de camper hangt toch wel heel erg af van de situatie die nu gaande is. Goed, iedereen, hou je taai, blijf gezond en tot later. Je kan ook overdrijven met de hamster.